Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik op de trampoline, eindelijk weer eens. En ik ga gewoon kijken hoeveel, kijken of ik 100 salto's achter elkaar kan. Ik weet niet of het mij gaat lukken, maar ik kan geen goede achteruit salto, ik kan alleen dit hebben. Kan ik wel, maar ik kan niet in één keer naar achter, want kan ik gewoon niet. Ik kan wel bijna mijn vooruit salto gewoon vallen. Kijk. Maar wat? Ik heb dit gewoon mijn eerste vooruit salto geland. What the fuck? Bruh. Oké. Laten we zo meteen maar even beginnen met de challenge. Hoeveel salto's ik kan achter elkaar door. Ik denk persoonlijk iets van 25. Maar misschien kan het ook wel meer worden. Ik heb geen idee. Maar het kunnen dus vooruitzalto's zijn, achteruitzalto's. Het kan misschien zo zijn. Op je knieën. Of zo. Dat kan ook. Maar laten we maar beginnen met de echte challenge van deze video, waar het om gaat. En ja. Nou. Hoeveel dat we zouden kunnen. Laat even weten in de comments hoeveel jullie denken. Ik denk 25 zelf. Laten we nu echt beginnen. 3, 2, 1. Ben ik tot 10 gekomen. Laten we nu even rustig springen. En een beetje uitrusten. Dat is best wel moeilijk zo. Kijk hoe hoog ik kan springen. Hoe ik bij de camera kan komen misschien. Trampoline thuis. Jullie hebben vast ook wel voetbal of zo. Of andere basketbal of zoiets. Doe die. Oh joh, wat is dit? Gek een beestje hier. En mijn beestje flanceren. Jullie zien hem vast niet. Maar wacht. Ik lens hem. Jeet. Nee. Hij zit gewoon op het net. Vlieg.
just go and fly away. Your. Oh, la, 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 la. Hey! Got it, thing. Yeet! Dit is gewoon een groene aap. Yeet. Zo, nu is hij weg. Bro, het is echt heel erg bro eigenlijk dit. Het staat helemaal nergens op. Oké. Laten we nu weer verder gaan. Laten we nu eerst alleen maar achteruit zaten doen. Daarna alleen maar vooruit zaten. We kijken bij welke ik het verste kom. Laten we eerst beginnen met de achteruitzalters. Die kon hier zo staan. Dat is wel goed. 3, 2, 1. Het doet het nu. 1. 2. 3. 4. Jammer dit. Maar bij de vooruitsalto is het eigenlijk een beetje van, moet ik al staan landen. Maar dat is me net voor de eerste keer gelukt. Dus misschien moet ik dat gewoon doen. Maar als ik niet op mijn billen land, dan anders land ik op mijn nek of zo. Dat is misschien een slechte challenge. Dat is misschien wel een leuke challenge. Oh, ik heb wel een leuke challenge. Deze kunnen jullie thuis ook misschien wel doen. Dit kan iedereen. Probeer zo vaak mogelijk achter elkaar op je billen te schieten. Om steeds hoger te komen. Dat is een beetje. Je kan ook dit doen op je rug. Dat kan jij ook, als je op zo'n grote trampoline hebt, als ik, of misschien iets kleiner, maar gewoon, je kan er met twee mensen op, dan zo, met elkaar aftellen, tot 3, en dan kijken wie er wordt gelanceerd, als jullie allemaal tegelijkertijd op jullie rug gaan zo. 3, 2, 1. Wordt de ene op keihard gelanceerd. Ik deed het eens een keer met 3 mensen. En met Jasper en met 7 best. Jasper die ging in het midden. En Zeger en ik gingen zo. Of misschien zo. Zo keihard stampen. En toen vloog Jasper bijna uit de trampoline. Ging keihard. Dat is echt waar. Laten we maar kijken hoe vaak ik om zijn beurt op mijn rug en op mijn binnen kan. Ik hou de counter zelf bij. Als jullie misschien de counter zelf beter weten, zet het dan even in de comments. Als ik het fout heb. Maar even. Laten we beginnen in 3, 2, 1. Gewoon neervallen.
zegt, ben je gaan nutteloos? Wacht, ik heb een goed idee. Ik heb een heel erg goed idee. Wacht even, want jullie kunnen wel even 10 seconden, 20 seconden doorspoelen. Ik ga het heel grappig doen. Wacht even. Jongens, ik heb net een mega ziek idee bedacht. Ik ga jullie meenemen op de trampo. Ja, echt waar. Oké. Zo, laten we even gaan naar buiten toe. En even die salto's van dichtbij. Jullie horen misschien... deze piep hier, dat is dat groene ding daar. Sorry daarvoor, het is om de katten weg te houden, maar... Nou, als jullie dat ooit hebben afgevraagd... Zo groot is mijn trampoline dus echt. Ja, dit ben ik. Hoe ver zou ik kunnen lopen? Hier zo is het begin. 1 meter, 2 meter... Met deze trampoline is ongeveer 3 meter. Dat is best wel groot. Laten we even een backflip doen. Hoe het er zo uitziet en hoe het er zo uitziet. Oké. Zou ik dat kunnen? Ik hoop niet op dat mijn telefoon breekt. Dat zou een beetje naar zijn. Maar kijk, ik spring nu. Oké. Laat het gewoon doen. En gewoon scheid hebben aan mijn telefoon. Dus ik hoop dat ik hierna nog Brawl Stars kan spelen. Zo niet, dan is het echt fucked up. Dan moet ik zo snel mogelijk een nieuwe telefoon kopen. Maar ja, laat het maar gewoon doen en niet al te lang lullen. Oké, 3, 2, 1. Backflip. Woe! Waarschijnlijk zagen jullie echt helemaal niks. Oké, nu moet ik mezelf filmen. Yo. Oké. Wow. Dit is echt spannend. Oké. 3, 2, 1. Oei. Oh. Die ging niet zo goed. Ah. Wow, yo. Op zich... Dat was best wel netjes eigenlijk, maar ik landde hem niet, maar ik heb gewoon eventjes wat flips zitten gooien. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik had niet echt zin om een Brazzers video te maken. Ik dacht, ik kan ook wel weer eventjes iets anders doen. Dat is ook wel leuk, eens een keer voor de jullie content. En ja, willen jullie vaker trampoline video's zien? Laat het even weten in de comments. En vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doe de belletje aan. Ook al weten jullie ook dat er elke dag om 7 uur 's ochtends een nieuwe video is. Soms komt er een extra video om 3 uur vanaf nu. Ja, misschien komt het een beetje aan, maar boeien. Ik heb het ook in een post gezet. Dus voor degenen die dat hebben gezien, weten het al dat er misschien soms een video om 3 uur kan komen. Ja, ik zweet helemaal. Dat kunnen jullie misschien zien, maar maakt niet uit. Wie denken jullie dat er weer Nederland of Tsjechië? Laat even ook even weten. Zo, dat heb ik veel op comments gevraagd deze video. Hoeft niet te horen allemaal als je dat niet wil, maar tot de volgende video. Doei doei!